Welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Ik hang vol met kattenhaar. Zoals jullie kunnen zien. Kijk, ik heb ook wel zwart aan. Wat nooit een goed plan is hier in ons huishouden. Maar Sheldon verliest echt veel haar. Echt veel te veel haar momenteel. Je zal ook wel een beetje aan het ruiven zijn. Want ik denk dat het de periode is. En Sheldon zijn haren zijn echt ambetant, want dat zijn allemaal zo vlakjes. Dus, wat ga ik doen? Want wat is het beste daarvoor? Is de kat wassen. En Milky laat zich niet wassen. Muffin heb ik nog nooit geprobeerd. Allee, nog nooit. Ja, hoe oud is Muffin? 2 bijna. Maar dat heb ik eigenlijk nog niet geprobeerd. Maar Sheldon laat zich wel wassen, dat weet ik. Dus ik ga Sheldon wassen. Hier is hem. Onze Schmelly. Let's go, hè, kleine. Let's go, hè, wasjes. Kleine, zo flink. Je bent zo flink. Hier is mijn natte Sheldon baby. Ik ga even een grotere handdoek nemen om hem in te wikkelen. Oh, garen. Okay. Yeah. So.
Sheldon is uit de douche. Ik zie trouwens dat de camera nat is. Voilà. Is al beter. Gewoon. Het is wel zielig. Maar hij vond het wel niet zo erg. Denk ik. Of wel? Nee toch hè. En ik was nooit zijn... Allee, nooit. Ja, ik was gewoon het hoofdje niet. Want ik weet niet als dat mag. Dat durf ik niet. Maar Sheldon is wel is zo bij zo'n... Je noemt dat zo'n groomer. Zo iemand die katten en honden knipt en wast en kamt geweest. En ik denk dat ze dat daar wel deden. Een kleine, hè? Een kleine schmelken, hè? Ja, hè? Hey, hoe hoort je allemaal? Zit je nu lekker fris gewassen? Zit je vers gewassen? Zit je een frisse kat nu? Neuze. Hey. Zit je aan het genieten? Is dat leuk? Zoals een kleine baby, hè? Oké, die valt gewoon in slaap. Sjelleke, gaan we uit de handdoek halen? Wilt je zo blijven? Ik denk echt oprecht dat die dat leuk vindt nu, want dat is lekker warm in mijn armen. Maar eens kijken als je droog genoeg... Oh nee, je bent nog heel nat. Kom eens hier. Beetje drogen en dan mogen we weg, hè? Goed? Beetje drogen nog, hè? Kijk hoe mager die eruit ziet, zo. Sjelleke. Het is wel redelijk goed droog. Ga maar in het zonneke. Kijk, ga maar hier zo. Ik ga de kussens wegdoen. Ga maar hier in het zonneke, dan kun je goed drogen. Zo. Ja. Hè? Dat is fijn, hè? Dan gaat je goed drogen. Kijk, en nu gaat Milky kijken wat er is gebeurd. Want Milky is altijd de grote broer. Die gaat checken als alles wel oké is. Amai, ik ga ook eens stofzuigen, want ik zie dat de zetel vol hangt. En ik ga iets anders aandoen. Want ja, this happened. Ik heb gepoetst ook nog, zoals jullie konden zien. En nu heb ik eten. Ik heb moussaka van mijn papa. Super lekker. En Sam is trouwens draaien. Sam is terug thuis van het draaien. Wij gaan nu slapen. Ik heb nog wat vlogs geëdit. Sheldon is trouwens terug helemaal opgedroogd. Ik zal hem eens laten zien. Sjelleke, zijt je terug opgedroogd? Hè? Ja, ziet hoe fluffy die nu is. En hoe mager die is als die pas gewassen is. Zo cute, hè. Die vond dat wel echt leuk, denk ik. Ja, precies wel. Allee, één moment vond hij ook niet leuk, denk ik. Toen wou hij me naar uit de douche springen. Was hij met beu? Ja. Ja, je mocht dat zo niet te lang doen, want dan wordt hij dat beu, hè. Ja, natuurlijk. Maar hij is weer fris gewassen, hè. Hopelijk vonden jullie het leuk om dat te zien, hoe dat ik Sheldon heb gewassen. Als jullie het leuk vonden, doe dan zeker thumbs up. We gaan slapen, dus wij zien jullie morgen!